Breda Nu. Je weet het meteen. Van 24 tot en met 27 augustus vindt de jaarlijkse tentoonstelling plaats van het Quilterschilde. Ieder jaar strijken ze op een andere plek neer in Nederland en dit jaar hebben ze gekozen voor ons Breda. De belangrijkste locatie is de Grote Kerk en wij gaan kijken wat hier zo allemaal gebeurt. Het is al 33 jaar. Elk jaar in eind augustus, begin september hebben we in een grote kerk meestal. Want dat is een hele sfeervolle locatie om quilts tentoon te stellen. Dus we zoeken altijd een grote mooie kerk. En dit jaar zijn we gelukkig weer een keer in het zuiden beland in Breda. Ja. Dit is nou een vrij klein quilt, maar ik heb ook andere exemplaren gezien. Heel divers, want... Ja. Ik ben er helemaal niet in thuis en ik had het idee van dat zijn allemaal kleine lapjes. Maar er zitten ook echt ware schilderijtjes bij met poppetjes en kikkers. En ik weet niet, van alles hebben we hier gezien. Dat klopt, ja. Maar je kunt op heel veel manieren quilts maken. Er zijn mensen die heel traditioneel werken en die alles met de hand doen. En ook echt bedden spreien, echt grote quilts maken en dat helemaal met de hand doen. Je hebt mensen zoals deze quilt, die is met machine gemaakt helemaal. En dat zie je ook wel bij de jongere quilters die minder tijd hebben en die dan vaak machinaal gaan werken. En je hebt combinaties van soms borduurwerk wat in een quilt bed wordt. Ja. En je hebt van allerlei verschillende materialen die gebruikt worden. Dat is dan echt de art quilters. Quilt of patchwork, hoe moet ik het noemen? Het is in het geheel heet het een quilt. Ja. Het patchwork is de bovenkant, hè, de top heet dat. De stukjes die je aan elkaar naait, dat heet het patchwork. Ja. En het quilten, dat is het doorrijgen. Quilt is het Engels woord voor doorrijgen. En dat zijn die kleine steekjes die je hier ziet. Aha, en daarmee... Dat is de techniek eigenlijk? Ja, ja, het zijn twee technieken, patchwork en quilten. En het totaal is een quilt. Kijk. En dat doorrijgen, zeg maar, dat is bedoeld om de drie lagen. Dus het is een gebruiksvoorwerp, het is een deken. Dus er zit een vulling in. En om die de achterkant en de voorkant en de vulling op elkaar te maken, zijn die steekjes. Dus die hebben echt een functie. Ja. En tegenwoordig een versierend element. Ja.